Ah, precies, ik weet het zo. Is een bezorger helemaal blij met zijn plezier? De tweede bezorger ondertussen. Kut! Was te laat jij dan met drie bandjes in de Lego? Ja, we zeiden het nog. Ja, ik ook. Dit meen je niet, jongen. Echt. Ik word buiten de lijn gebeukt door iemand. En ik krijg de fucking penalty weer! Ah, kut. Sorry. Ja, ah, oh, jongens. Echt. Oh. Fuck. Oh. Dat is Matthijs Volvo. Maar net ontwijken. Nee, ik niet. Ik heb mij vol in de zijkant geraakt. Ah, sorry, boemer. Ja, er is een bocht die moet insturen, ja. Ja, je ging wat vroeger op de rem dan ik daarvoor. Ja, anders wil je. Dan kom ik inderdaad in het zand bij de bak. Zo, Sidde, hoe hou je die recht? Op mijn beeldscherm is het dus een heel jouw auto, Bax. Ja, is de geheim van de Dodge. Ik denk het, ja. Het is wel weer gelul, hoor. Die penalties. Tjonge, jonge, jonge. Zit er weer niks gehad voor dat je mij tikt? Nee. Maar dat bedoel ik. Wow. Echt, het is echt insane. Het gebeurt letterlijk voor mijn neus. Tussen Siddo en hoe heet het, Matthijs. Het gebeurt letterlijk voor mijn neus. Ik zie hem, hij wordt op zijn achterkant getikt. En geen penalty. Ik vond hem de zijkant, terwijl hij voor me sprint. Ja, dat was daarna. Je tikt hem eerst op de achterkant, daardoor raakte hij aan balans. Oh, oké, was ik dan. Excuseer. Ja, opeens Siddo, je eerste ronde op twee mensen gedaan. Maar ik word letterlijk weer aan de kant geduwd bij de start. Door Snooyhoff, geloof ik. En ik krijg een fucking penalty. Die broodjes ben ik sinds deze week aan het pakken. Iedere bocht ligt er zo. Kut. Ah, oh. Ah, kut, dat is een grapbak. Nou, dat wordt een pitstopje. Ik hoorde hem wel mooi op de racelijn. Ja, ik kom aanrijden in persoon in de rem. Ja, dat is goed. Oh, je moet even zeggen wat er zondag met Alphys is gebeurd, Sido. Ja, wat een beetje verschil. Ah, oké. Ja. Hij werd gedisqualificeerd omdat safety car. Ik kwam net voor hem, kwam die de baan op, of reed hij de pits uit, moet ik zeggen. Ja. En hij zat er wel voor of net niet, of ja. Ja, hij, uiteindelijk werd hij door gedisqualificeerd. Wat heb jij daarmee te maken dan? Ja, Alphys was van mening dat de race niet meer telde. Oh. En daar was ik het niet mee eens. Alphys bleef maar doorgaan en op een gegeven moment had ik er genoeg van. Ja, oké. Okay. Ja, die Alphys zit dan op dat moment denk ik ook vol adrenaline. Ja, daarom probeerde ik ook meteen te zeggen, maar op een gegeven moment was ik ook wel klaar mee. Ja, daarom. Dus ik zei al tegen van, we hebben na de race van gelopen. Want toen ging ik gewoon vol in de moest, gingen we nog wel door. Ik ben ook niet heel netjes geweest tegenover hem. Dat geef ik ook wel toe. Kan wel eens gebeuren. Nee. Jullie waren allebei helemaal wel mee op zich. Ik heb Koos een keer op die Malaya-bite staan. Dat is een dikke. Oh, dit kost me gewoon geen rondetijd voor. Dat kan het ook niet heel erg kapot zijn, zeg maar. Deze game op is rood gewoon echt altijd kapot. Geen idee. Ik
vraag me echt af of de game soms ook bijvoorbeeld met koude banden doet, met vuile banden. Ja, volgens mij niet zoveel. Nee, hè? Nee. Lijkt wel jammer. Ja, anders kan je net zo weer Asset op spelen. Dat is ook leuk. Ja, maar dat is ook leuk. Koos, wat doe je? Ja, iets kut. Ik zie ineens jou links afgaan op een recht stuk. Ja, ik raakte het gras daar. Fuck zo. Oh mijn god, ja die hele auto is kloten. Oh, Robber. Ja, ik kom uit het zand. Ja, ik heb je niet zo langzaam voor. Ja, ik kwam net de weg weer op. Ik kwam inderdaad. Dat is als je daar de af doet, dan ben je heel kut weer op. Ik zeg wel goed, Koos, want dan heb je gelijk wat compounders houden. Zeg je? Ja, als je op zacht bent gestart, dan heb je nu wel gelijk wel je bandregel natuurlijk. Oh ja, fijn man, dat ik aan de bandenregel met voldoende in ronde 4. Jezus. Nee, maar dat was mijn tactiek eigenlijk ook. Maar ja, de ronde 4 eraf rijden had je gewoon kunnen doen hoor. Nee. Corona, bitch. Maar stel er gebeurt wat. Het stijgt wel naar je hoofd, ja, corona. Mijn god. Je begrijpt me niet. Ik denk dat jij het niet begrijpt, hoor. Bitch is aan het einde. Oh, ja. Ik vind je redenatie ook wel mooi van, ja, iedereen is gek, behalve ik. Ja, dat is wel klote, toch? Ah, jongen! Nee! Oh. Wat is er gebeurd? Ja, ik rijd van de baan af. Ah, kom op! Ik zit vast in het grind ook! Oh nee. Safety car. Ja. Ja, mijn race is wel voorbij. Hey, dan snel je nog van de baan terug of zo. Vince, weet je wat dat betekent als de race voorbij is? Wat is er dan? Einde van de streamcarrière van Koos? Ja. Nee hoor, dat is DNF. Nee. Dat is een DNF voor mij. Nee. Is een stop als Vinci. Is het DNF? Vertel niet. Van deze show is het Olympische zo. Want dat kunnen we op het podium eigenlijk. Maar ja, Matthijs niet is aan het bouwen. En je mag alleen het podium niet. Ja. Nee, ik ga niet vast. De achterban is een beetje net. Hij rijdt voor, en is ook bijna op. Hij rijdt voor van hard. En ik wil graag een andere voorbeeld. Ik wil graag dat Snowy eraf reed. Ik hoop dat Snowy op soft reed, maar volgens mij niet. Weet je wel, man. Een brief? Nee, dan op soft dat er reed een 1.20 van binnen. Niet normaal. Hij redt een 3.20. Ik rijd 24 is een man medium. Ik ga 1.24, 1.24, 1.24, 8. Dus zoveel merk ik niet. Ja, ik doe sowieso een 5 stopper. What the fuck? Niet snel. Ik hou je eraan. Gisteren had toch iemand gewonnen bij Escape met 6 stops, toch? Wat? Ja, volgens mij was het echt heel veel stops. Het wat maak is ook 23 safety cars. Ja, en skater, of iemand ramde skates team met voor in de pit. Ik ben ook echt dramatisch aan het rijden, man. Ik weet niet wat het is. De hele dag ging het goed. Ik ook.
veel moeite nu om de auto op de baan te houden. Ja, dat heb ik dus ook. Veel meer. Hey, ik zie een goeie auto voor me. Ja. Mensen vonden stuur ook overal. Ja, ik wilde even het grind checken in die korkscrew. Dan laat ik voorbij, Jan. Kom, ik kom een versie pakken op huis. Als jij de kant gaat, dan ga ik dat. Ik ga zo maar aan de kant, want jij toch wel snel. Maar ik ga dan 3-2-2. Zullen we zo meteen... deze ochtend nog? Dan ga ik dat stuk. Ja, wij zijn een team. De haat eentje. Oh nee! Het is weer eilig. Moet je hier harder remmen. Dat is het verschil met de leuke volgens mij. En hier moet ik ook remmen. Ga je nu bij elke bocht vertellen dat je moet remmen? Sorry, harder remmen. Hoeft ook niet hoor. Dus gaat hij nog zeggen dat FIFA ook niet heeft? Dat is nog nooit geweest. Ik vind het echt te schrijven. Nee, wel. Dit is zo Snowy reed wel op softstools. Nou, dat valt even. Maar ik moet zeggen dat de mediums erg hard gaan. Rechtsvoor zit nu op 40%. Ja, bij mij ook. En de rest op de helft. Maar ik dacht, ik reed tot rondje 16 of zo van mediums, maar ik denk dat niet gaan. Oh, Jesus. Pas op, oh, jongen. Oh, Jesus Christ. Sorry, ik dacht dat ik nog meer tijd had. Gewoon even achteruit de baan op. Jezus. Even een screenshotje maken dat ik nog eerst rijd. Oeh, het scheelde niet veel, man. Tering. Bijna hard ervan. Geen mijn hartslag omhoog. Kut, half seconde straf niet. Dat horen we wel graag. Hoewel, daar heb ik Matthijs achter me. Fuck, nee, ik heb hem niet. Hey, Koos is de enige die penalty is krijgt. Ja, dat is nu wel echt duidelijk, man. Is dat host curse of zo? Ja. 10 rondjes per soort, ja. Bijna 11 dan eigenlijk. Bijna. Ja, waar is nou helemaal op? Al was 10% over, maar dat durft niet aan. Ja, je gewoon een rondje aan vast op plakken. Ja, dat die vorige week ook en toen was hij weg. Ja, dat die gespinnen in je rondje zeker.
Oh, jezus. Blijf gewoon spinnen op de mediums. Ja, inderdaad. Zorg even dat je er al naast me staat. Spieren. Ja, dat wel. Dat heb je toch zelf een hand juist bij de loodcel? Nee, dat ga ik vies tegen. Ja, zo'n heusingveld denk ik wel. Wat is dat dan zo? Ik heb gewoon van vanaf denk ik de CSL heel goed gedaan. Niet zo lang. Nee. Nou, toen ik met jou Formule 1 aan het spelen was, toen trapte ik het dwars in de weer. Toen ik crash wel op wijken. En sindsdien is hij wel iets soepeler geworden. Je wilt wel eens van de robotjes rijden. Mm-hmm. Is misschien een mogelijkheid te hebben, want dan ik er zo lang is kan op plek te steunen. Jazeker. Het is wel een kort baantje, man. Of zijn jullie allemaal gestopt? Ja. Nee, ik heb wel een stop. Ik heb schade gehad. Ja, mijn softs waren op. Okay. Ik wou eens rijken aan een baantje. Ja, ik zit ook al naar mijn richting voor van te kijken. Van... Oh, is het bij jou ook? Ik hoe lang houdt dit nog voor? Nou, ik denk dat ik nog 15% had, besluit. Maar dan kan een soft gewoon 10 rondjes mee en een medium maar 15 dan. Ja, ik vind het net ook wel op die medium erg hard staat. Nee! Onlangs. Ongelooflijk. Maar ik weet het dus bij dat je dit goed komt. Nou, stijlpunten die verdien ik wel. Ik zit nog wel even achter. Ja, want dit rondje dat kan nog wel zo. Zo hard ga ik ook weer. Ik voel het bijna als de dingen voor Project Gotham Racing. Dat was een volle 360. Een rondje verder, dat durf ik niet.
punt is, er is één punt in deze game, hè. Als de band in één keer de weg is, dan... Ja, dan is het ijs. Drie seconden repareren heb ik ook nog. Dat is nice, want dan maak ik de 1 seconde te goed. Ja, zeker. Maar nu is de vraag of de harde banden het gaan redden. Ik zal niet repareren, want ik merk het niet in rondetijd. Ik moet gewoon niet repareren. Ja. Wauw, alle hoop weg. Ja. Ja, maar ik merk het niet. Christ. Ik heb precies dezelfde rondetijd. Nee, maar Matthijs van Undercut gedaan, hoor. Een best uitstukkig is. Dat ging ook al harder. Bij mij gaat gewoon kut. Ook leuk. Dan zou je eigenlijk ook goed schalen van die kleine. Wat dat hoorde je trouwens gisteren ook wel heel skate. Net op je fout voor de film op luisteren. Zil net, oeh, kijk uit! Ja, hij bent zo. Oh ja, weer is dat een op zich een 1.24.6 op hard is best lekker. Ja, je hard? Ja. Dat is ook. Ai. Geen idee of die het gaan redden tot eind. Het eind. Oh, medium is maar 14, 15 onder 9. Oeh. Ja, dat wil je. Toch nog wel een podium voor jou. Want dan moet ik 18 seconden bij jou vandaan rijden. Ja. Nou ja, tenzij je niet tot het einde door kan. Matthijs, je weet dat ze de andere kant op rijden. Ja, normaal wel, hè. Ja, ik vond jou de ronde ervoor ook daar ook blij. Heb je ook hardste ronde liggen? Nee, midden. Hard kan ik toch niet rijden.
Ik dacht echt van Matthijs gaat deze race winnen, maar het zit niet echt mee vandaag voor mij. Nee, niet echt. Voel je pijn, Matthijs? Team Fort eigenlijk gewoon een dubbel team, hè? Oh, echt waar. Ik denk ook wat een lastigste baan, denk ik. Ja, ik weet niet wat er is met die bocht, maar het gaat nog geen enkele keer goed. Niet aan dit ding. Die bocht is een slechte keus. Vrij weinig marge op deze baan. Want ja, het pakt heel snel een beetje zand mee. Of dan net die starter bocht gaat en dan sta je in de muur. Ja. Ik vind zelf die brood is echt verschrikkelijk. Dat die wordt daar om de ronde door gelanceerd en gegooid. Echt een slechte auto gekozen. Deze baan misschien wel de moeilijkste. Dat is voor de Ford denk ik ook wel. Die andere baan is echt geweldig. Vorige race ook al. That guy. Ja, ik mag deze track ook wel, alleen hij mag mij vandaag niet. Ik ben wel blij dat je nu een Viper zet, joh. Ik denk niet dat het heel veel beter is, hoor. Nou. Nee, denk ik niet. Kijk, van constant van onderstuur naar overstuur. Same. Bij de Corvette ook, ja. Oh, echt waar. Nou, we moeten nog 30 seconden uitlopen op de shift. Nee, dan moet je nog even doorheen. Ja, hoe ga ik dat doen in de 7 rondjes? Ja, als die hard het zo lang volhouden. Maar ja, dat is dus de vraag, dat heb ik echt totaal niet getest. Dus... Ja, ik zat ook heel de tijd al te denken van ik ga gewoon een medium zo testen, maar dat ze meegaat. Ja, ik dacht van als ik gewoon eerst een set op mediums en dan tot ongeveer rondjes 16, dan rijd ik hem uit op hard. Maar doordat die mediums ook niet volhield, ben ik ook bang dat die hard zijn. Misschien moet gaan rijden. Hoe lang rijden we nu alweer op die nieuwe bandjes?
Oh, 6 rondjes. 6 rondjes of zo. Ja, maar nu lijkt er me niks aan de hand. Nee, dat heb ik ook, maar we zijn pas halfwege de resistance. Het is wel zweet hoor. Vooral dit gedeelte. Dus zelfs met de controle zweten. Ik ben de hele tijd die auto aan het opvangen, man. Fucking hell, ik zweet me kapot. Kom maar een bocht einde langs, Prins Bergen. Oh, dankjewel. Oeh. Kun je dit bedoelen? Je hebt het gejinxed, Bonkert. Je hebt het gejinxed, man. Waar is Bonkert? Die reed deed volgens mij ook van. In de chat. Oh ja. Kan toch niet. Sops die gaat 10 rondjes mee, hè? Ja, zo. Als ik geluk heb. Als ik geluk heb. Om het risico te nemen. Ik zou net 1 rondje tekort komen. Perfect. Ja, ik moet meer doen in soft. Ja, of ik moet meer in dadelijk gewoon hard onderknijpen. Maar dat waar, dan kan je niet op rijden. Volgende keer doe ik bonken mee, zegt hij. Oh, vet. Hey. Eind voor het seizoen reden, volle grid, dat zou wel leuk zijn. Ja, het groeit altijd gaande het seizoen. Ze zien dat wij er niks van bakken en dat ze wel kans maken. Ik denk het. Kun je een platte band krijgen hier in het spel? Ja, hij blijft toch gewoon spinnen. Dat had ik vorige week, dan word je echt wel sinds. Ja, als gewoon je hele balkje rood is, dan ben je maar even gecombineerd, zeg maar. Ik kan het niet proberen. Ja, ik probeer eigenlijk zo lang te rekken dat ik nog een set of medium kan draaien. Ja, dat is 15 rondjes, misschien 16. Maar die 16 die zou ik wel kritisch al vinden. Ik heb nog 10% over. Dat wordt hard dan. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat is dan zit ik ook. Toch 2 keer soft. Nee, ik ga voor 2 keer soft. Ja, dat lijkt het ook gewoon dood. Of inters, misschien dat het nog gaat regenen. die heb ik niet gekocht, dus ik kan gewoon niet onder mijn vijf zetten. Dan maak je met die 5 ja, maar het was iets anders voor plan, Bonker. Het is wel een voordeel dat je niet hoeft bij te tanken. Nee, ja, dat is niet goed. Ja, ik heb iets van 5 rondjes over straks. Nee, ik heb er niet 2. Viel op de grond, die zit ook aan de PlayStation en toen keek ik opeens achteruit. Oei. Viper. Oh, echt, dat zijn ook.
Echt de verkeerde auto. Ik heb even met de Supra gereden gisteren. Ja, echt een heerlijke auto voor de circuit. Ja. Ik weet het als ik nu wel. Snowy rijdt mij niet. Ik ga, als we Japanse tour gaan doen, Aziatische tour, dan kies ik Supra. Ja, dat is de Nissan. Tegen die tijd wordt die genervd en dan is het. Maar het maakt me niet uit, ik kies niet de meta of zo. Ik kies gewoon de auto die ik vet vind. Hij remt wel lekker extreem naar. Ja, maar hij gaat wel een stuk langzamer. Zijn controle klopt. Hoe dan, weet ik niet, maar... Ik zit nou inderdaad 18e achter. Die 10e. Zo, hij maakt fouten. Ah, focus is, hè? Je kunt gaan winnen, Vinci. Wat moet ik doen? Je kunt gaan winnen als je hem doorgaat. Nou, weet ik niet. Ja, ik zit met mijn banden, man. Ja, ik kan het hebben ook, hoor. Lekker. Als deze bandjes nog 5 rondjes volhouden, dan is het een plezier. Koos. Ja. Ik heb een verzoek aan jou. Mag ik niet voldoen aan een bandregelement? Wat zeg je? Mag ik niet voldoen aan het bandregelement? Ja, natuurlijk niet, hoeft niet. Ik ben gewoon gedisqualificeerd, ook goed. Ik draai 3 keer meter. Goeie avond, Felix. Kut, man. Ik speel met een stuur en ik tik met mijn drink en mijn controle van tafel. Zo doen we keken achteraan. Ja, dan ga je rechtdoor, ja. Oh, ik dacht dat jij met controle speelde. Helemaal niet. Die heb ik nodig voor de tractorcontrole zo uit te krijgen. Oh. Dat heb je gewoon in je stuur. Ja, misschien wel, maar... Het is ook een mopje. Eén van, ik zou gewoon een keer verslaan. Oh, wat is dat? Ik vind deze kleur ook wel fijn, man. Nee. Ik moet wel wat sneller uit voor als ik. Mogelijk. Ga je erbij, ga je er langs? Hoeveel? Ik had al langs een punt tot ik jij op de richting. Oh, sorry man. Ik dacht, je gaat aan de kant en toen wilde ik er langs werken. Hier, alsnog, bij deze. Oh, thanks man. Geen probleem. Ja, ik moet even wegrijden, een bepaalde tijd gekozen, dan kan ik niet. Ah, yes. Moet je mee een bandje cyclen? Ik denk dat ze het wel gaan halen. Ah, fuck. Ja. Wordt scherp, maar... Lekker willen. De kant hebben. Ja, Snowy is ook nog wel in de tijd. Je had geen schade. Dit is weer wat verbaan ik ben, trouwens. Succes. Ik begin eindelijk 23ers te rijden.
de hele race nog geen 23 gereden volgens mij. Ik denk dat het was een zandgrond. Oh ja, tuurlijk. Voor de rondje zat ik wel niet gaan bakken. Ja. Ik moet een goede mond houden. Dan schiet mijn stuur los. Dat gaat lekker. Wauw. Heb je het auto goed vastgezet of zo? Ik denk door alle dingen die zijn voorgevallen, dat we de uitslag. Die gaan we. Ja, die moeten we even doen. Klopt. Deze uitslag is niet geldig, het spijt me. Too soon, Koos, too soon. Ik ben er niet bij geweest, dus. Ik ken de gevoelige randjes er niet van. Nou, daar snap ik op, hè. Ja, hey, wat zal ik doen, boys? Soft. Soft in de hart en dan spinnen. Matthijs, de soft jou houdt echt heel erg vol, hè? Nee, dat zou ik niet doen op soft. Ja, ik in het begin niet. Ik zou gewoon uitrijden op deze. Ik ga het doen. Ik kleur hard zonder. Hard. Kut, geen banden meer, denk ik aan. Oh fuck. Wow. Ben je nu echt voor helemaal niks naar binnen gegaan? Ja. Oh my god. Deze man die gooit het gewoon weg, hè. Hij doet het zelf uit hier. Wow. Beetje plek in de pitje. Hij is zo boven het zelfkens. Doe me een beetje denken aan de Alphys, die ging pitten zonder te tanken. We are going for plan Z. Oh ja. Plan Z. Question. Double pitten. Ah, hij zit weer uit zijn nek te lullen. Hilarisch. Oh, ik mis mijn vee. Kunnen we hem eruit zetten? Ja hoor. Dit is valt. Of een mooie overwinning worden, of gewoon in de laatste ronde heb ik geen banden meer en eindig ik achteraan. Dat zou voor de laatste optie vinden. Ja, voor onze laatste. Wat gaat er maar voorbij? Ik ben hier langzaam. Geef je nou gewoon je tweede plek op? Ja man, met die harde banden is echt genoeg. Ja, ik snap ook niet heel eerlijk gezegd dat je hier voor harde banden gaat. Ja, het moet wel. Oh, je had op soft. Ja. Ja, ik zou op soft zijn gegaan. Ik denk, ik geef het jou precies niet, maar... Wilco, nee, mag je langs? Ja, man. Die houdt er net niet vol. Ja, maar... Alle nog sneller als je iets rustiger rijdt dan die hard. Maar ik zou met harde ballen achter jou doen, ja. Dus. Ja. Ik geef wat nee, mijn rooien zijn bijna helemaal op. Snel die hard zijn. Nou, één voordeel, ik hoef een rondje minder te rijden, dat maar eens. Ik ben al gelap. Test hoe lang ze mee. Ja, jij traint de hele week met testen. Wat train je dan? Ja, snap het. Consistentie. Maar je checkt niet de banden, zeg maar. Dat heb ik
Ik heb geen één keer een hele set banden opgereden, omdat ik een lobby aanmaakte en die zat toen vol. En toen ben ik iedere keer een 5 rondjes dan lijkt maar een race naar gestart. Moet jij die buitenlands die niet kent? Maar ik vind derde eigenlijk wel fantastisch. Je bent er nog niet, hè? Nee, dus daarom zeg ik ook, dat vind ik fantastisch. Ja, ik leg je alleen maar uit. Je zou het fantastisch vinden, toch? Precies. Ja, ik heb nog één fout gemaakt. Taal, jongen. Wie weet, zal het je rempen er nog af? Ja, nee, kan je allemaal. Je hem niet aandraaien. Ballen Flappy, dankjewel voor je sub. Eén slot in de charakter is dan mijn scherm weer zwart. Ja, scherm, buis. Dankjewel, mannen Flappy. Maar ik heb nou mijn optiesknopje, heb ik ook op mijn scherm naartoe gewezen, dus... Dus daar hoef je mijn controller niet voor te pakken. Ik hoop dat je misklikt. Nee, die zit pal naast mijn... zeg maar schakel. Dus die gaat de schakel niet mis. En de bandjes van Siefre, die gaan er nog aan, dus... Ik zou nog snel even naar binnen gaan. Twijfelen. Ik zou het doen. Maar als ik nu naar binnen ga, ben ik sowieso de eerste plek kwijt. Ik neem liever gewoon het risico en kijk dan. Misschien dat ik als Verstappen op Baku aan het eind in de muur sta. Het is wel ballen. Die rechtsvoor gaat gewoon echt heel hard. Hou het op, hè, zit er. Oh, ja, ik krijg een bordje. Ja, ik wilde even aan de beurt ophalen, maar... Het is zo hard, en nu speelt het letterlijk met een team bij mij. Ik kan er nou. Dit lane is echt niet zo lang, Wim. Pas met dat. Het duurt lang, hè? Yes! Volgens mij duurt het gewoon standaard 25 seconden of zoiets. Nee, sommige zijn echt heel kort. Oké. Okay. Ja, maar die bocht is echt zo kort, dat is echt niet zo lang als voor. Het is een Gran Turismo 7 is dit. Ik snap ook niet als je de pit uitrijdt dat de AI denkt, ik ga gewoon half door het zand. Ja, inderdaad. Ja. Zo dom. Hij past gauw aan de coureur, hè? In mijn geval, bij iedereen. In mijn geval klopt het. Zo, ja. Bij Koos rijdt hij achterstevoren dit. Precies. Hij moet nog blij zijn dat hij geen penalty oploopt door de AI. Zou wel classic Gran Turismo zijn, hoor. Speeding in de pitlane. Ja, mijn rechtervoorband is helemaal op. Helemaal een rotbalkje. Ik ben echt wel een beetje gegaan. Dan is gelijk klaar zo. Ah, nee, ik was bijna bij de pit. Dus, dat is goed. Ja, dan is het goed. Ja, is het goed. Goed getimed. Meer banden te sparen, maar... Ja, dat zit voor mij ook niet echt in de game. Ja, zeker wel. Banden sparen? Ja, ja, zeker wel. Niet als een idioot rijden. Niet te hard op de bochten, maar... Ik zie ook het verschil met Snowy steeds kleiner worden. Nou, hij gaat er net vanaf. Dus hij heeft twee seconden dingen. Oh ja, ik zie het inderdaad. Jezus. Het scheelt even 3 seconden in één keer. Ah, fuck. Ja, jammer dan. Oh, je blijft niet keer schrikken van die ghosten. En vooral omdat die ghosten op de raarste tijden gewoon eens wat mee ophouden. Ja, nee, ik kon er net doorheen rijden.
schade links geworden. Denk het ook, Bulkert. Denk het ook. Ik begin nu wel zweetangst te krijgen, die band rechts voor, die wordt roder en roder. Echt weet ik van shit. Wat is nog 10% of zo. Ja, dan kan dat wel even duren in contact. Ja. Eén slip met te maken en deze. Dat klopt het wel wat jij zei, Sjoerdje. Als je dan gewoon net wat afremt, in de voordeel ervan pakt, ja, je verhebt hem maar. Jongens, dat is, het systeem is gewoon broken hoor, je hebt niet iets ontdekt. Nou, het werkt wel. Ja, omdat het systeem broken is, niet omdat je tijd inlevert. Je moet gewoon niet koos zijn. Ook dat. Dat is een hele belangrijke. Maar het is wel apart dat jij hem altijd krijgt, want ik zat die sprintrace op Spa van vorige week terug te kijken, waar ik gewoon vol door Overhoes twee keer over die lijn heen ga. Oh, I know. Ik zat strak achter je. Ja, en jij krijgt hem, terwijl ik ging verder over de lijn en jij volgens mij. Ja, yep, I know. Oh. Kan ik er langs, Mabot? Ja, kom maar langs, kom maar. Thanks. Ik kan niet nog verder afremmen. Nee, dat snap ik. Maar ik denk van, in de volgende bocht de combinatie wordt alleen maar tijdverlies. Ja, precies. Mooi nog aan de Wilco, ik had niet verwacht dat je daar aan de kant. Ja, ik dacht dat ik dichterbij me zag. Ja, en toen zat ik heel erg in de rubbel doorheen. Oh, ik had toen niet gezien dat jij het was. Ah, ja. Je bent gelukt. Ja. Op het moment dat ik besef dat het niet uit is. Ik kijk gewoon even naar mijn banden, want het geeft mij echt zoveel stress op. Jezus. Blijf kijken. Ik denk dat ik echt net één ronde tekort kom of zo. Welk bandje heb je? Mediums. Nou, verlaat je zo. Oh. Ja.
Ja, ik ben de andere kant, ja. Ah. Ja, dat deed je goed. ik schrok. Dit was eerst Ghost. Ja, we hebben echt geen idee wanneer het ophoudt hier op deze baan. Op deze game. Ja, het is gewoon voor deze baan. Maar volgende, wat is het dan met Lapkins? Nee. Geen idee. Want die is wel heel lekker hoor. Dat was een bewuste keuze, hoor. Ja, dat denk ik wel. Deur ik je ook. Ga ik nog maar net uit de muur? Ja. Deze was 39 gewonnen, toch? Ja. Ja, ik gewonnen. Ga je Danny halen? Nee. Ja, zonde van het begin van de race, inderdaad. Ja. Ja. Het is wat het is. Het probleem is dat vooral omdat bij de vierde ronde naar binnen moest, mijn hele strategie naar de klote was. Ik probeerde hem nog te rekken, daarom toen je zei van je moet nu naar binnen. Ik probeerde nog iets anders, maar het ging niet meer. Ben je daar helemaal op de chief af? Hè? Wat moet je van de chief helemaal af? Nee, ik mag gewoon niet meer sturen. Eén rondje te veel. Gefeliciteerd, oh. Vinci! Oh, we hebben het toch gewoon waar gemaakt, jongen. Ja. Super, maar de kapotte voorband heb ik altijd beter dan toch als Viper. Ik zit gewoon niet in. Niet te doen. Gefeliciteerd, jongen. Je bent. Oké, man. Wacht, papa. Oh, je had wel geluk dat ik hem in de muur zet in, hè, Ron. Maar niks. Ik heb gered wat ik nog kon redden. Ik ben vooral niet. Oh. Zonde, man. Echt zonde. Ik ben blij dat deze voorbij is. Nou, ik niet. Ik had er echt heel veel zin in, maar... Ja, ik ook. Ja,